Onder deze video zetten we even een link. Daar kan je stemmen op de Zapp Awards voor de beste YouTuber, beste Instagrammer en het beste liedje. Voor Luan Bellinga voor zijn duimpje omhoog liedje. We zouden het heel erg leuk vinden als jullie nog een keer voor ons willen stemmen. Ja. Dankjewel. Dus stem alsjeblieft. Doei. De duizend. Hé, dan krijg je natte billen. Ja. Ja. Van de step geplaatst. Oh, oh, oh. Dus allemaal voor je lieve Brit. Open het. Podium hebben gestaan met ons. Hallo, Peter Paan. Zin blij maken. Ik zou hem doen. Rustig. Waar is Lixie nou? Help je. Wij vliegen weer lekker. Mama. Goedemorgen. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En het is zondagochtend. Luxie die is gisteren jarig geweest. Ze zit nog steeds helemaal in de feeststemming. Zo opgewekt als ze is. Lucilla is hier lekker aan het chillen in haar unicorn pak. En papa die zit met Woezel en met Luan en Pipje op de bank te knuffelen. Goedemorgen Woezel. Gekke Woezel. Woezel zegt ik heb de afstand niet. En Pip die ligt hier op het kussentje. Prinses hier. Hallo Pippi. Och, knuffeltje. Zag je ze, hè? Ja. Nou, goedemorgen Luan. Luan is onze uitslaper. Die kwam net naar beneden. Ja. Nou, dan gaan we even lekker chillen op de bank. Ja. Zo, inmiddels zijn we lekker aangekleed en wel. Ja. En hebben wij te horen gekregen dat wij met de Zapp Awards door zijn naar de volgende nominatierondes. En dit zijn echt de laatste nominatierondes. In alle drie de categorieën. Dus zowel als YouTuber, beste Instagrammer en beste liedje van duimpje omhoog. En we zouden het heel erg leuk vinden en lief vinden als jullie nogmaals voor ons willen stemmen. Ja. Want deze stemmen die tellen echt voor daadwerkelijk het winnen van de award. Dus we hebben nu eigenlijk nog meer jullie stemmen nodig dan voorheen. Ja. Omdat deze stemmen echt gelden of je straks een award gaat winnen of niet. En we hebben best wel veel concurrentie. Grote concurrentie ook. Met Enzo Knol, Dylan Hagen, Stuk TV. Ja, oh. Dat zijn natuurlijk wel de kanalen met in de miljoenen abonnees. En ja, daar hebben we eigenlijk al jullie stemmen en community support voor nodig om enigszins überhaupt kans te maken op het winnen van een award. Dus stem alsjeblieft. Ja, kort gezegd, stem alsjeblieft even op onze Zapp Awards. Hieronder de YouTube video staat een link waarop je je stem kan uitbrengen. Ja. Dankjewel. Dus stem alsjeblieft. Doeg. Oh ja. Dankjewel. Hoef een Bentley of wel het schijn? Hoeveel miljoenen tussen ging bij mijn slime? Ik pak de shine, dit is de leven. Lekker chill, want ik ben pas 7. Hoef geen café, ja, geef mij maar snoep. Laat die benen in de kast, dat is mijn troep. Ik heb creditcards, een stuk of 5. Kreeg er zelfs een speelgoedkast erbij. Ka-ching! Voel me flexen, money. Maar doe het niet voor de money. Vind het gewoon. Ja, als eerst super dankjewel voor iedereen die al voor ons heeft gestemd op de eerste ronde. We zijn door naar de volgende nominaties, dus wil je nog een keertje voor ons stemmen, zodat we nu echt kans maken op een award. Hier zie je de beste YouTuber en hier staan we tussen. We staan tussen de beste Instagrammer, daar kan je ook kiezen voor de Bellinga's. En Luan staat met zijn eigen liedje duimpje omhoog bij het beste van muziek bij de awards. Daaronder staat hij, daar kan je ook voor hem kiezen. En dan kan je stemmen en even in je mail bevestigen. Super dankjewel voor het stemmen. Zo, de kinderen die wilden heel graag naar buiten toe. Maar er is vandaag echt een zware storm afgegeven. 120 km per uur zou de wind komen. Er is nog zo'n wind van, volgens mij vanuit Engeland of zo, die overkomt. Maar goed, de honden moeten toch even uitgelaten worden. Dus we gaan een poging wagen door de storm te gaan. De storm te trotseren. Ze zeggen als de storm omkomst is, dan merk je het ook aan de kinderen. Merk het ook aan de kinderen, want de kinderen waren helemaal door het dolle heen. Dus ik zei, kom, we gaan even naar buiten. Even letterlijk uitwaaien. Want kijk, hoe hard het waait. Oh, waait je step om? Ja. Nou, ga je zeker weten met de step? Ja. Oké. Nou, kom maar, dan gaan we even een klein blokje doen. We hebben hier gelukkig niet hele hoge bomen of zo. Dus, oh, ga je even de glijbaan, Luxie? Ga je even de glijbaan? Ja, we zijn nog op de glijbaan. Hé, dan krijg je natte billen. Nou, met de muts op gaan we even een rondje wandelen. Om de hondjes even uit te laten. En Lucilla wilde even met de space scooter, hè, Sil? Ja. Nou, daar gaan we. Het schijnt dat het straks nog harder gaat waaien. Dus we gaan nu maar heel even. Kom maar, Pip, ga je mee? De honden waaien nog net niet weg.
Als je de wind in je rug hebt, ga je harder. Nou, daar gaat ze hoor. Met de wind mee. Ik zie Daniel ook. Ik weet niet of jullie me kunnen horen. Maar Daniel die ging vanochtend naar de ochtenddienst. De kerkdienst. Speedwalken. Wandelen. Voor zijn afvalproces, zeg maar. Hi. En daar komt hij aan. Daar. Daar zit de papa. Hey. We treffen elkaar in de storm. Ik denk, gaan we even lekker met de benen waaien. Mijn vader. Ik waaide bijna weg. Het waait super hard, ja. Ja, dus zeg, vanmiddag gaat het helemaal hard. Vanmiddag 130 km per uur. 130? Ik ben helemaal al 60. Zie Luxus haren. Ja, Pip die waait weg. We konden de riem van Pip niet vinden. Heb jij de riem van Pip gezien? Ja, die lag bij de blauwe. Toch? Nee, die lag niet bij de blauwe. Ja. Moet je ook plassen? Ga je hier een plasje doen op het grasje? Ja? Nou, Sil, zullen we weer terug gaan, liefie? Want het waait zo hard. Ja. Ja? Zo, Lux, heb jij nou Pip vast? Ja. Pip snuffelen. Kom maar, liefie. Waf, waf, ja. Waf, waf, even snuffelen. Kom maar. Gaan we weer. Oh, daar ga je weer. Goed zo, Luxie. Goed zo. Pip loopt goed met jou mee, hè? En dan nu al is de wind opeens weer gaan liggen. Heel gek weer. Dan opeens krijg je zo'n hele harde windvlaag. Alsof er zo'n wervelwind even langskomt. En daarna is de wind weer weg. Ja, daar komt Luxie weer aan. Huppeltje. Zit Lucilla op een bankje met papa? Ze werd door de wind van de step geblazen. Werd jij van de step geblazen? Door de wind? Oeh, echt waar? Oh. Zeven. Was de wind zo sterk? Ja. Oh. Oh, ze vliegen nog wel, zo te horen. Ja, dat is de laatste. KLM heeft 40 vluchten geschat. Oh, nou, vliegtuigen. Vanaf 1 uur. Met de harde wind. Vanaf 1 uur had het last. Kom. Och jee. Nou, snel naar binnen. Snel naar binnen met de hondjes. Snel naar binnen. Dan zwaaien deze hondjes nog weg en dan heb je een vlieger. Dan heb je woezelpip en een vlieger in de lucht zo. Nou, Zil, laatste stukje. Laatste stukje. Bijna weer thuis. Wat zo, Luxie. Luxie die wandelt wel. Kom Woesel aan. Gaan ze zo hard? Oh jee. Gaat het hard? Oeh, naar de wind. Goed zo, kom maar. Oh, 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 oh. Boem, boem. Hand, staan. Pip weer vasthouden. Pip vast. Pip hartjes. Snel naar ons warmer huisje. Ik heb alles zo neergezet voor de storm. Kijk, die. Ja. Fietsen niet wegwaaien. Kinderwagen niet weggewaaid. Wij gaan lekker naar binnen toe, hè? Ja. Ja. Ondertussen zijn wij de wind getrosseerd en zijn we weer lekker thuis. Daniel die is even het fietsje van Luxie, wat ze gisteren voor de verjaardag heeft gekregen, even iets vaster uitzetten, want die draaide nog een beetje. Dat is uw laagstand, hè? Boezel en Pip die hebben volgens mij ook last van de storm. Ze zijn zelf ook helemaal hartstikke wild door de storm. Maar die ziet Woes Pip, kijk, ze die kan spelen. Dit doen ze de hele tijd. En we zitten ondertussen even lekker wat poffertjes te eten. Kijk, ze zitten weer even lekker rustig aan tafel. Ja, wat lekker hè? Een hele poffertje in de mond. Oh, goed zo. En misschien is het wel weer leuk, kinderen, om weer even wat fanmail te laten zien. Want we hadden weer wat lieve post voor jullie binnengekregen. Allemaal mooie tekeningen. Lieve briefjes ook. Heel erg lief. Deze hebben ze voor jou gemaakt. Mooie tekening. Deze hebben ze voor Luxie gemaakt. En deze hebben ze voor Luan gemaakt. Alsjeblieft. En een heel lief boekje erbij. Ik kan hem mooi voorlezen. En dit is een tekening voor ons allemaal. En hier ook nog een heel mooi tekening gemaakt. En zelfs een heel lief briefje erbij van mama, van Sam en Lot. Dit is ook een hele lieve brief die ik heb ontvangen. Dankjewel voor je lieve brief, Lotte. Die hebben we ook geschreven en ze schrijft hier ook best wel, dat ze het best wel lastig heeft op school. En dat niet altijd alles goed gaat, maar gelukkig is er een lichtpuntje elke dag met jullie. De muzikale Luan, die altijd vrolijke Lucilla en die grappige Luxie. Lieve Daniel en natuurlijk lieve
Vara, liefste Lotte. Super lieve brief van je. Dankjewel dat je die aan ons hebt geschreven. Mama. Is dat wel heel erg lief. Er zitten ook hele mooie tekeningen erbij gemaakt. Kijk. Van jullie gaan trouwen. Leuk hè, ja. Dus prins Daniel en prinses Vara, denk ik. Kijk, jou heeft ze als een prinses gemaakt. Luxie als een zeemermin. En Luan als een zanger. Leuk hè? En jullie trouwen. Ja, deze kindjes kijken de video's. Leuk hè? Ja, die. Ja, dat is het mooiste. Ja. Piep, 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 piep. Zo, je kan een beetje lopen. Ga dan op de voetjes. Oh, dat is fijn dat het. Goeie. Tot voorjaar. Van het. Ja, ga maar staan, Lexie. Ja, ga maar staan. Wat voorjaar kan je erbij? Ja, nog even. Wij gaan weer de wind trotseren, want we zijn uitgenodigd door Theater Terra om naar de voorstelling van Peter Pan te kijken. En gelukkig is deze voorstelling lekker hier in Zwolle, in de Spiegel, Theater de Spiegel. Dus we doen de jassen aan, springen in de auto en rijden op naar het theater. Nou, je hoort het nu echt super hard waaien buiten. De kinderen zitten al in de auto. Luxie nog niet. Zo, deur dicht. Hoppatee. En dan gaan we. Woehoe, door de wind. Papa die staat al voor. Zo, wat een wind. Zo. Nou, we waaien even naar de theater spiegel. Ja. Zo, we lopen met harde windstormvlagen. Over de brug! Hier is de spiegel waar wij 2 jaar geleden de Bellinga Face Show hebben gedaan. Ja, en jullie hebben op bezoek gekregen. Gaan we naar binnen daar eventjes. Niet van de brug waaien. Theater te zijn, waar wij natuurlijk zelf ook op het podium hebben gestaan met onze Bellinga Fan Show. En natuurlijk gewoon lekker in onze thuisstad Zwolle. Ja? We gaan nu naar de cast toe, om de cast even te ontmoeten, voordat ze straks gaan het theater ingaan en gaan kijken naar de mooie voorstelling. Wauw, kijk! Gaan we kijken. Kijk, daar hebben we Peter Pan. Hallo Peter Pan. Goedendag. Wat leuk jou te zien. Hi, wat leuk, wat gezellig. Nou, leuk dat we mogen komen kijken. Hallo. Hoi. Ik zie een beetje spannend. Het is een beetje donker, maar het is een hele grote zaal. 2 jaar geleden hadden wij hier 2 keer 800 fans op visite. Oh, jullie. Ja. De grote fandag. De ja. Fanshow, hè. Het is wel weer leuk om bij dit podium te zitten. Jullie zijn dit gewend. Nou, wij zitten hier gezellig met de cast van Peter Pan. En wij mogen ook een gezin blij maken. Vind je het nou leuk om ook met je gezin naar deze superleuke kindervoorstelling te gaan van Theater Terra? Ga dan heel even naar mijn Instagram, Vara-Bellinga. Reageer onder de post en wie weet kan je binnenkort ook hiervan gaan genieten. Ja. 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 Doei! Ja, leuk hè? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. En ze zien er mooi uit. Ze kan echt vliegen. Ja. Wauw. Nou Peter, dat is heel mooi hoor. Zeker. Veel plezier hè. We gaan genieten van jullie voorstelling. Dank jullie wel. Mooi. Ja, doei. Tot zo. Doeg. Doeg. Dank jullie wel. Ja. Ga genieten. Vliegen. Wil je echt vliegen? Je hebt nou wel echte vleugeltjes. Ja, maar ik wil niet echt vliegen. Zouden ze het echt doen? En Luan die heeft een piratenhoofd. Mooi jongen. Het is wel een groot jongenshoofd. Was die mee, Luxie? Ja, een mooie. Papa, ik zou hem doen. Waar is papa met Luxie? Papa met Luxie. Waar is Luxie nou? Waar is Luxie? Koek, koek. Ja, Luxie past niet best. Hij past jou het best. Luxie is niet rij. Even lekker wat drinken. Oeh, lekker. Daar zijn mijn elfjes. Elfjes Luxie en elfjes Lucilla. Wauw. Nou, gaan we de zaal in leren van Tinkerbell. Hoe dat jullie echt kunnen gaan vliegen.
Nou, Piraat Lou al houdt de jassen vast. Ik heb naar buiten gekregen. Dan zijn de kinderen naar buiten. Het waait zo. Het waait zo. Ja, gaan we straks die brug proberen. Nou, maar gaan we houden. Nou, dat is altijd. Vliegen zo de zaal in. Dan gaan we jullie zien. Oh, oh. Goed sturen. Goed naar buiten. Nou, dan vliegt ze de zaal in. Ja, klopt. En dan nummer? Ja, voor mij hebben we alles toch? Silla die leert handje klap. Die. Oké, je klapt in het midden. Klap in die kant. Klap in het midden. Dan de andere. Klap in het midden. Dan twee. Ja. Klap in het midden. En dan die. Klap in het midden. Drie. 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 Stel op. Go. Ah. John gaat beginnen, zie je dat? Nou, Luan zit hier naast mij. Kan je het goed zien, jongen? Ja? Ja. Oh. Silla die staat daar. Kijk, komt vader aan met de verhogingjes. Daan. En voor mama. Zo, ja. Ja, die voor luxe. Ja, ga maar lekker zitten. Kan je het zo beter zien, Sil? Ja, oh. Welkom, hooggeëerd publiek. Ten eerste willen we zeggen dat we het fijn vinden dat jullie er allemaal zijn. In Japan. Dankjewel alweer, hè? Ja, jullie ook weer. Ja. Zo, de jassen moeten weer aan, maar natuurlijk zegt Lucilla, ik wil wel mijn vleugels over mijn jas. Ja, Luxia. Nou, die vleugeltjes zijn, die gaan nooit meer af. Oké, vliegen we terug naar de auto. Nou, hele harde wind vandaag. Gaan we proberen te vliegen. Zo, en we vliegen weer terug naar huis. Gaat Luxia ook vliegen? Ja, ze vliegt ook. Yo. Wij vliegen weer lekker naar huis toe. Vond je het weer een leuke vlog? Doe even de... Dankjewel! Ga niet abonneren, klik op een beetje. We zien jullie graag morgen weer een nieuw vlog. Tot morgen! Voeg je hart, boem boem mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boem boem mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem. Dans mee en blijf